Maar dat, in principe toen ik nog bij Mielhout voetbalde, om daar te beginnen, had ik eigenlijk al, ja, zeg maar, mijn droom om voetbal te worden eigenlijk al lang weggegooid. En toen kwam dus echt Gemert, ja, dan kom je uiteindelijk daar, toen dacht ik van oké, het is toch nog gelukt om überhaupt op een, ja, eigenlijk toen een mooi niveau nog te voetballen. En het ging goed en toen was ik eigenlijk al lang blij dat ik daar goed uit de voeten kon. Mm-hmm. Maar ja, dat deed er toen, het jaar daarna achteraan kwam, dat was, dat had ik niet verwacht. Leef je een beetje je voetbaldroom op dit moment? Ja, denk het wel, zeker. Maar dat, in principe toen ik nog bij Mielhout voetbalde, om daar te beginnen, had ik eigenlijk al, zeg maar, mijn droom om voetbal te worden eigenlijk al lang weggegooid. Dan ga je naar Gemert een jaar, dan denk ik oké, een paar stapjes weer hogerop. Toch weer op leuk niveau, dan ben je aan het voetballen bij Gemert. En dan komt Helmond, ja, en dan denk je toch van oké, het gaat toch gebeuren. Ja, en dan, als je dan hiervoor in je eigen stad mag voetballen, is alleen maar mooi. Hij ging van ons naar Gemert en toen hebben we hem eigenlijk al gevolgd, want we wilden kijken of dat hij daar zou slagen. Daar is hij geslaagd en tot onze verrassing werd hij eigenlijk door Helmondsport binnengehengeld. En dat eigenlijk al op latere leeftijd. Ja, want dat is vrij bijzonder natuurlijk. Hij is al wat ouder. Hoe trots zijn jullie dan op een jongen van de club die profvoetbal mag spelen? Ja, we zijn uiteraard sowieso trots op een jongen van ons. Niet alleen profvoetbal, ook als we naar een hoofdklasse gaan, dat vinden we al geweldig. We hopen wel altijd, als ze het niet halen, dat ze terugkomen. Maar als je aan het betaald voetbal, dat is helemaal uniek. Want daar maakt er geen 20 spelers mee per jaar die dat doen. Een ander hoogtepunt was eigenlijk Volendam thuis, meteen mijn eerste wedstrijd. Basis dat ik een assist gaf met links hier. Maar ja, daarna scoor je zo'n doelpunt. Ja, voor mezelf was het natuurlijk heel vet, omdat ik eigenlijk nog wat dik het vertrouwen had dat we 1-1 gingen spelen. En ja, uiteindelijk toch de laatste minuut de tegengoal kregen. Maar dus voor mezelf is dat natuurlijk wel een hoogtepunt om een eerste goal ook te maken. Dus dat was wel heel vet. Hoe vaak heb je die nog teruggekeken? Een stuk of 100 keer. Ja, zeker. Ook met de familie erbij en nog alles eromheen. Vrienden die hem steeds doorsturen, dat was perfect.